als je mensen waarneemt die door een dag heen gaan, dan zie je dat ze allerlei rollen spelen. En dat doen ze om de indruk die ze wekken in de hoofden van andere mensen zodanig te beïnvloeden dat het in hun voordeel is. Dat is eigenlijk de kern van het idee van de performance. Zo'n performance kan je niet alleen. De regels van het spel, de codes waaraan je je houdt, de geschreven en de ongeschreven regels, die verschillen van groep tot groep, van samenleving tot samenleving, en ook van de ene periode naar de andere periode. Dus laten we zeggen, als je een Nederlander zou optillen uit de jaren 30 en je zou hem nu een performance laten geven, dan zou die een hele rare indruk op andere mensen maken. In de eerste plaats is iemand die moet wisselen reflexiever. Die is veel bewuster van de mechanismen die ik nu zit te beschrijven dan degene die altijd in zijn eigen culturele vijver zwemt. Het is een voordeel om een beetje op die grens te zitten. Want dan realiseer je je beter wat de gevaren en de problemen en de geheime afspraken zijn. Taal, dialecten, accenten, dat is ontzettend belangrijk. Om één voorbeeld te geven, er wordt wel gezegd dat de allerbeste schrijver van de Engelse taal in de 20e eeuw is Vladimir Nabokov. De Amerikaanse schrijver denkt van, ik heb mijn woordenschat en die schrijft gewoon zijn boek. Die gaat niet verschrikkelijk zoeken in het woordenboek, de encyclopedie. Nabokov dacht van, ja, ik ken een heel leuk Russisch woord, maar hoe zeg je dat? En dan ging hij zoeken. En dan gebruikte hij een formule, een bepaalde vocabulaire, waarvan de recensenten zeiden, wat ontzettend leuk. Dit is heel goed Engels, het is volkomen correct. Geen schrijver heeft deze uitdrukking de afgelopen 80 jaar gebruikt, maar hij is zo ontzettend to the point. Dus door zijn gebrek aan vertrouwdheid met de taal deed die hele originele intrigerende dingen die daarna ook weer deel werden van zeg maar het instrumentarium dat de schrijver vervolgens weer ter beschikking staat, ook latere schrijvers na hem. Dus als je een talent voor hebt en je bent heel goed en je spendeert er heel veel tijd aan, dan kan het zelfs zo zijn dat je een superieure positie krijgt ten opzichte van de mensen voor wie die taal zo vanzelfsprekend is dat ze die nuances niet meer zo goed waarnemen. Rodin Al-Ghalidi, een romanschrijver, een essayist. Wat hij zegt is dat die Nederlandse bureaucraten die moeten besluiten of je mag blijven, of dat je weg moet, of dat je zaak nog even niet behandeld wordt. Hij zegt dat zijn beesten. Dat die ambtenaren dehumaniseren, omdat zij hun medemensen alleen nog maar zien als een nummer op een dossier, worden ze zelf eigenlijk onmensen. En dan denk ik, ja, dat ken ik wel, want als ik een student krijg en die zegt dan van, mag ik nog een extra gelegenheid voor mijn tentamen? De eerste keer voelde ik me niet lekker en de tweede keer was ik een beetje ziek. Mag ik nog een derde gelegenheid? Dan zeg ik, ja, ik kan voor jou geen uitzondering maken, sorry. Dus ik ken de retoriek wel. En dus als die ambtenaar tegen mij zou zeggen, het spijt me voor u, kan ik geen uitzondering maken, dan denk ik, ja, don't tell me. Ik zit net zo in elkaar, of ik zit in een organisatie die net zo werkt als jij. En hij heeft een hele andere reactie. Hij zegt, hoezo niet? Waarom zou je voor mij geen uitzondering maken? Ik ben toch een mens? Wij zijn toch allebei mensen? En dat vind ik wel mooi. Dan denk ik, ja, verdomd, ja. Zo kan je er ook naar kijken natuurlijk. Ik denk wel eens bij een student, dan geef ik je maar wel een extra gelegenheid. Ik wil niet worden zoals die mensen die Rodin heeft beschreven. Dat is echt waar. Dat zeg ik dan niet voor de mooierheid, maar dat is echt waar. Ik keek ernaar en ik dacht van, verdorie, je moet daarmee oppassen. Voor je het weet ben je zelf zo'n robot aan het worden en zo wil ik niet zijn.